jij al wat gevangen? Het duurt wel lang, hè? Nou, ik heb ook nog niks gevangen, maar het duurt inderdaad wel lang, ja. Die jonge jongen, het duurt echt lang. Ja, zullen we anders naar het lab gaan en daar programmeren dat we vissen aan het vangen zijn? Ja, dat vind ik een goed idee. Kom, we gaan. Welkom terug. Ik ben Hanna en ik werk hier in het laboratorium van de Bibliotheek Utrecht. Als de bibliotheek open is, geven wij workshops voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar. Hier in Leuden en in Leidse Rijn Centrum. Nu maken we filmpjes om jou thuis te leren programmeren. En dit is filmpje 3. Vorige keer heb je kennis kunnen maken met een manier van programmeren die veel programmeersites voor kinderen en jongeren gebruiken. Namelijk die blokken onder elkaar stapelen. In de opdracht van StudioCode kon je zien hoe dat moest. We hopen dat het oefenen gelukt is. Merkte je dat het elk level telkens een beetje moeilijker werd? Ik ben benieuwd hoe ver jullie gekomen zijn. Deze les gaan we een online visspelletje maken. En dit gaan we doen in Scratch. Weet je nog dat ik vorige keer vertelde dat programmeertalen van elkaar verschillen, maar dat ze ook veel overeenkomsten hebben? Nou, dat is ook zo met de site die we in het vorige filmpje gebruikt hebben. En met Scratch, dat we deze keer gaan gebruiken. Scratch is een website waar je zelf kan leren programmeren. En weer met die mooie blokkenstructuur. Het is wel slim om een account aan te maken. Dan kan je namelijk wat je gemaakt hebt opslaan en de volgende keer weer verder. Vergeet je niet even te overleggen met je ouders of dat mag? Kijk, dit is Scratch. Ook hier zie je verschillende velden waar je site uit is opgebouwd. Hier links zie je de blokken om je code mee te maken en die kan je slepen naar het midden om je code te stapelen. En rechts zie je de uitvoer van je programma. Deze week is dus de opdracht om zelf een vissenspelletje te maken. De bedoeling is dat je met een haai een visje gaat vangen. En dat je de haai bestuurt met de pijltjes toetsen. Kijk, ik heb het al geprogrammeerd. Ik zal laten zien hoe het werkt. Als het spelletje af is, kan ik op het vlaggetje drukken om het spelletje aan te zetten. En dan kan ik met de pijltjes toetsen mijn haai bedienen om het visje te vangen. In dit geval een kwalletje. Zo, en dan krijg ik een punt. Het spelletje zelf is zoals je ziet niet zo heel erg moeilijk. Maar ik ben wel benieuwd of je het zelf ook kan bouwen. En dat is jullie opdracht voor deze week. Om het spelletje in Scratch zelf te maken. In de beschrijving hieronder vind je daarom twee links. Eén naar Scratch, waar je het dus zelf gaat bouwen. En eentje naar Raspberry Pi. Dat is een website waar stap voor stap staat uitgelegd hoe je dat spelletje zelf kan maken. Nog twee dingen. Vergeet niet om bij Raspberry Pi elk vakje te openen. Daar staat namelijk informatie over waarom je iets aan het doen bent. En als je begrijpt waarom je iets doet, dan kan het je helpen om het de volgende keer zelf te gebruiken. En als laatste, het kan zijn dat als je Scratch opent, dat het in een andere taal staat. Dan kan je linksboven op dit symbooltje klikken en dan kan je de taal veranderen naar Nederlands. Succes! We horen graag hoe het programmeren bij jullie gegaan is. Mail naar laboratorium@bibliotheekutrecht.nl met je foto, je filmpje of een link, zodat wij kunnen zien waar je mee bezig bent. Misschien laten we het zelfs in de volgende aflevering wel zien. Tot dan!